Hey, hallo, Corine hier. Ik was begonnen met eigenlijk een paginaatje voor in mijn journal van Marleen. Dat is het vierkante journal, dat is deze. Dat vind ik een heel fijn journal. En ik wilde daar een pagina in gaan maken en toen dacht ik, weet je wat? Dat vind ik eigenlijk best wel leuk om eens een keertje te filmen. Het mixed media gebeuren film ik meestal niet, omdat er best wel heel veel werk aan zit, maar ik heb nu al het een en ander voorbereid. Wat ga ik gebruiken? Ik ga in ieder geval een velletje papier gebruiken uit dit paperpad. En het papiertje wat ik gebruik, moet ik even kijken of ik dat nog... Ja, dat is deze. Nou, er zitten er een heleboel in. Aan de achterkant kan je ze allemaal zien. Allerlei drukke kleurtjes. Normaal gesproken ben ik helemaal niet van dat hele drukke. Maar ja, ik vind het bij deze stijl wel erg leuk. En ik ga dit... mask gebruiken. Dat heb ik gebruikt. Ik ga deze kerel gebruiken. Zo'n masker voor onder water. En die heb ik met zwarte structuurpasta van Dutch to Badoo al gebruikt op mijn papiertje. En schrik niet. Ik heb er al een gat uit gehaald. Want in principe komt hij er dus natuurlijk zo op. En ik heb hem dus een gat eruit zitten knippen. Want wat ik dus wilde, is een soort van diepzee gebeuren erin creëren. En dat je er doorheen kon kijken. En ik had nog zo'n heel klein oortjes gekocht. Volgens mij was dat van My Favorite Things. En dat is een heel kleintje. En dat zag ik. Ik denk, oh kijk nou. Dan heb ik gewoon een raampje. En dan kan ik... Ja, ik heb die kerel natuurlijk niet. Dus maar ik heb er een ander idee bij. Ik dacht, ik ga er geen man achter zetten. Ik doe het anders. Wat ga ik eerst doen? Ik ga hem eerst even op maat maken. Want ik wil hem dadelijk matten op zwart papier. Want dan kan hij mooi netjes in mijn journal. En mijn journal is... Dan moet ik heel even opmeten. Want ik dacht 20 bij 20... Ja, maar dan moet ik hem dus even kijken hoor. Als ik hem 18 bij 18. Ja, 18 bij 18 bij zwart. En dan wordt. Dus ga ik even zwart karton erbij pakken. 18 bij 18. Nou, dat heb ik hier nog wel, denk ik. Gaan we nog wel redden. En dan komt mijn designpapier. 18 bij 18. Eerst even snijden, jongens. Anders raak ik helemaal in de war. Dan ben ik helemaal padje kwijt. 18 bij 18. En dan hou je natuurlijk wel iets van ruimte over. Maar soms vind ik het wel eens handig om gewoon los te werken in plaats van gelijk in het journal. Want dan kan je dus zelf bepalen hoe groot iets wordt. En dan heb je ook niet zo'n last van... Kijk, nou ga ik hier dus dat dingetje dadelijk in doen. Met schutmateriaal wil ik erin. Ja, dat wordt best wel een lastige natuurlijk. Als ik dat dadelijk op mijn, in mijn journal zitten heb. Of heb zitten. Ik praat wel een beetje... Ik praat buitenlands. Dan is het lastige werken. 17,5. Nou moet ik natuurlijk even opletten. Want dit moet er natuurlijk wel inpassen. Ik kan aan de onderkant nog een stukje eraf halen. Of haal ik het gewoon hier van boven eraf. Nou, ik laat er hier nog een stukje aan zitten. 18. Je ziet dat het wel iets gebobbeld is. Maar dat komt omdat ik het net... Ja, dan heb ik geen geduld. En je bent met nat op het papier geweest. Dus het gaat... ik had geen geduld, dus ik heb het gedroogd. De heatel, maar laat je het dan de lucht drogen, heb je minder gebobbeld. Ik heb het wel even voor het raam gelegd hoor, met voor een open raam, want ik dacht nou, ik ga even lekker mijn was ophangen. En dan, nou ja, dit kan weg. Hè. Ja, ik zou het nog kunnen bewaren om ergens gewoon te gebruiken. Weet ik nog niet. Ik denk dat het gewoon in de vuilnisbak belandt. Kijk, en dan komt die dadelijk hierop. En voordat ik het dus vergeet, ga ik in ieder geval mijn... Even zoeken waar mijn zwarte blender dingetje is.
En mijn black suit. Even de rand alvast zwart maken. Want ik weet niet of ik hier überhaupt nog wel heel veel op ga doen hoor. Dit is natuurlijk al best wel vrij druk. Dus dat weet ik nog niet. Dat ga ik eigenlijk zien. Ja, ik heb nog wel iets wat ik wel altijd heel erg leuk vind. Wat eigenlijk ja, weinig kost. Maar goed, dan ga ik even bekijken of ik dat leuk vind dadelijk. Ik moet eerst even zien hoe of wat. Zo, kan ik dat in ieder geval al niet vergeten. Die leggen we maar even aan de kant. Wat had ik nog meer gedaan? Visjes. En dit heb ik met de glitterpasta van Izink gedaan. Want er moeten natuurlijk visjes achter zwemmen. Dat vond ik wel grappig. Kijk, en dan kijk je gewoon hier door de diepte. Nou, hier moet natuurlijk ook even de binnenrand zwart. Dan beschadig je altijd wel je foampetje hoor. Maar ja, dan zetten we er weer maar een nieuwe op, toch? Hij is toch al ver versleten als ik het zo bekijk. Dus dat vind ik nog niet zo'n ramp. Er zullen nog wel foampetjes zijn als ik er niet meer ben. Kijk, want die visjes die komen dus mooi hier. Dan zal dit wel een beetje schitteren voor jullie. Kijk, en dit past nou gewoon, hè? Want ik heb hem uitgeknipt en ietsjes ruimer uitgeknipt. Zie je? Dus ik ga nu even aan de binnenkant mijn tape plakken. En dan moet ik eens even denken, hoor. Want ik heb nog van dat extra sticky. Dat rode. Ergens. Van dat hele smalle. Dat moet natuurlijk ook op, hè. Ik heb ook dat van... die dingen past ook, hoor. Die, hoe heet dat? Nou, en dan doe ik het gewoon even rond. Oh, ik zal het even zo even een beetje beter in beeld. Kijk, dan past die dadelijk mooi. Dat randje gaat er dan op. En daar bescherm je dan je... Daar zet je dan je push mee vast. Of noemen ze dat ding? Ik dacht dat ze dat een push noemden in het Engels. Het venstertje. Mijn Mika venstertje. Ja, dit wil je natuurlijk wel dat het goed vast blijft zitten. Hè? Als je het nu zo, dan heb je het uit één geheel. Ja, dan kan het niet misgaan. Als ik nou slim ben, en dan ben ik. Oh, dat is wel een beetje... hoog moeten praten. Moet ik eigenlijk niet doen, hè? Want dat ben ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben ook maar gewoon een gewone simpele ziel. Oh, wacht even. Dan vergeet ik weer wat. Oh ja, dan kan dadelijk wel. Dan duw ik hem dadelijk wel harder aan. Dan duw je even die randjes nog plat. Er zitten natuurlijk nu vouwtjes in. Dat ben ik natuurlijk weer even vergeten. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ik ga mijn raampje ertussen zetten. En dan druk ik het sowieso wel aan. Kijk. Even goed aanduwen. Dat je zeker weet dat hij goed vast zit. En dan kan je schut met het materiaal in gaan doen. Dan moet ik dadelijk wel even natuurlijk goed opletten hoe mijn visjes gaan zwemmen. Dan maak ik daar niet zo'n heel groot probleem van. Maar het moet niet zo zijn dat ze op z'n kop, dat ze zo naar boven zwemmen. Dus die kerel die zit zo. En ga ik ze die kant op laten zwemmen? Ga ik ze die kant op laten? Die kant op. Dus moet ik even kijken, want die moeten dan dadelijk zo op. Dus hij komt zo. Ja, het is even. En er zal vast wel weer een handige maniertje voor zijn. Maar ik wil mijn bakje vullen. En als ik mijn bakje gevuld heb, dan kan pas mijn zeg het eens in blokletters, Kootje. Dat is makkelijker. Als ik mijn bakje gevuld heb en ik kan dan mijn papiertje daarop leggen, dat vind ik makkelijker. Je kan het natuurlijk ook andersom doen, maar nee, ik vind het handiger op deze manier. Ja, dan moet je even kijken hoe je papiertje erop komt. Dus dat gaan we zo even goed bekijken. Ik moet wel even zorgen dat mijn tape niet buiten mijn... niet aan de binnenkant komt, want dan heb ik dus kans dat het daar aan blijft plakken en dat wil ik niet. Dan blijft mijn schutmateriaal daar plakken.
En er gaat niet zo heel veel schutmateriaal in, hoor, want anders dan blijft het eigenlijk allemaal achter die vissen hangen. Maar toch wel wat. Ik moest even kijken, want ik heb best wel het een en ander nog. Dus die man die kijkt dadelijk onder water, hè, naar de schatten van de zee. Hij zit in de zee. Anders heeft hij niet zo'n hoofd op. Zo'n masker. Dat is bij ons hier in de buurt ook. Hè. Daar hebben ze... Daar kan je zo mooi onder water... Dat moet ontzettend mooi zijn. Maar het is ook ontzettend gevaarlijk. Hoe vaak dat er daar niet in de problemen komen. Dat is hier op Zijpen. Maar ook aan Horezoek. Dat is op het andere eiland dan hoor. Dat is op eiland Tholen. Maar hoe vaak ze daar niet in de problemen komen. Dat snap ik dan niet, hè? Want dan moet je toch gewoon... Je moet toch gewoon de lessen gevolgd hebben. Nou, dan ga ik nog even één keer kijken. Als ik nou eens even een markeringje maak. Even zien, waar is mijn potloodje? Of een pennetje. Even gewoon ruim. Ruim opgezet. Dat maakt eigenlijk helemaal niks uit, want ik zie er dadelijk toch geen snars van. Ik ga hem dadelijk gewoon op zijn kop hangen. We zien het wel hoe het schip strandt. Ik ga even schutmateriaal pakken. Huppla. Niet te moeilijk doen. Wat voor kleurtjes gaan we erbij gebruiken? Ik vind goud altijd wel erg leuk. Dus die gouden dingetjes. Dat is van... Ja, dit is op zich ook wel leuk, maar dan ga ik, niet in mijn journal doen. Nee, dat vind ik met sterretjes. Dat ga ik niet doen. Ik vind die kleine prilletjes ook wel erg leuk. Maar dan moet ik even kijken wat voor kleurtje. Eigenlijk passen alle kleurtjes er wel een beetje bij. Want niet die hele grote middelmaatje. Het moet wel gekleurd zijn, want anders dan valt het niet op. Welke kleur zijn mijn vissen? Die zijn paars. Echt wel dit paars. Dat ga ik niet doen. Nee, dat roze paarsje ga ik niet doen. Had ik dat nog in het groen, dat spul? Of heb ik dat niet meer? Zwart. Beetje zwartjes ertussen, dat kan ook. Nou, dan heb ik eigenlijk wel genoeg. Die van die maat en deze in die maat. Nog een beetje goud en een beetje zilver. En dan komt dadelijk hij er zo op. Ja, is misschien wel toch... Wel een beetje handig dat ik even hem... Ja, dat kan ook natuurlijk niet meer. Maar als ik nou die hier heb... Ja, zo moet ik het even doen. Dan moet ik even hier een streepje zetten. Zo. Los. Kijk, dat is de oplossing. Ja, we komen er wel. Nou, dan gaan we er een beetje schutspul in doen. Ik vind het altijd in je journal ook gewoon grappig. Kan er niks aan doen. Ik hou van schutmateriaal. Schutkaarten vind ik altijd hartstikke leuk. Nou, deze zal ik er niet al te veel in doen. Weet je, dit schutmateriaal is ook heel fijn, want dit is niet statisch. Dat is ook wel... Ja, fijn. Gewoon. Huh? Dat is wel erg veel, Ko. Dan zie ik dadelijk niks meer van mijn vissen. Nou ja, laat me zitten. Hier heb ik er nog één. Hoppa. Terug erin. Het is niet statisch, zegt ze dan. Blijf gewoon aan mijn vingers hangen. Dus toch een beetje. Een paar zwarte balletjes. Ja, dit is werk. Oh, goed, dat heb ik al lang in huis hoor. Ik heb geen idee waar ik dat gehaald heb. Maar als ik iets zie waar ik dan ook ben, maakt me nooit niet uit. Ik moet, als ik zulk soort spul zie, dat moet ik hebben. Heb het, hè? Dat ook niet helpen. Ik ben trouwens wel heel erg benieuwd of dat jullie zelf ook dit leuk vinden om te doen. Dus dit is met pasta gedaan. Dat heb ik even lekker aan de lucht laten drogen. Nou, als het goed is, als ik hem zo plak, dan moeten mijn vissen goed zitten. Haha. Even goed aanduwen, hè? Want het moet even de tijd gunnen dat die lijm goed plakt.
Want je wil natuurlijk niet hebben dat de boel los gaat laten. En ik ga hier even de randen vastzetten. Het is natuurlijk veel te groot, maar dat maakt niet uit. Het zit er nou helemaal aan, dus ik heb liever dat het goed bedekt zit allemaal. Dan dat ik dadelijk een stukje tekort heb. En kan dit er afknippen, maar doe ik er ook niks meer mee. Dus dan kan ik het beter vast laten zitten. Kijk, hoe leuk is het. Nou, dan kijken we gewoon door die manse raampje naar buiten, naar het water. Ja, dat is de fantasie van mij. Hè? Zo, ik heb. En zie je, dit blijft eigenlijk. Ja, er zit er eentje aan het dingetje vast. Kijk nou toch hoe leuk. Oh, ik hou ervan. Nou, wat ga ik verder nog doen? Ik moet eigenlijk de stempels er even bij pakken. Even kijken of ik er nog iets van stempels op ga zetten. Want een tagje niet. We kregen gisteren weer de grappige bloemenstempels. Ja, die hebben een hoop mensen, hebben die al. Maar die waren uitverkocht. Maar die ga ik niet gebruiken, denk ik hoor. Misschien langs de rand, weet ik nog niet. Even zien. Er zitten zulke toffe stempels tussen. Dus dan moeten we even kijken wat ik er nog bij gebruiken kan. Of er nog iets in zit, of dat ik misschien iets uit het boekje. Maar dit komt op zwart. Ik vind Sophisticated zou kunnen. Tiny Bubbles vind ik ook wel heel gaaf. Tiny Bubbles. Ik denk dat ik die maar erbij ga gebruiken. En dan ga ik een beetje van die bubbeltjes stempelen. Ja, dat is weer een idee. Ja, Tiny Bubbles. En dan komt dan daar Tiny en Bubbles komt onderaan. Hier Tiny, daar Bubbles. Yes! Doe ik dat in mijn... nee, dat gaat wel uit de hand. Ja, soms doe ik het liever in mijn stempelhulp. Ik moet wel zeggen dat het wel erg handig is hoor, een stempelhulp. Als je zelf niet zeker bent van je zaak om te stempelen, dan zeg ik neem een stempelhulp. Kijk, en dan ga ik even een klein trucje laten zien. Kijk, want ik kom dadelijk natuurlijk vrij dicht in de buurt met mijn stempel, met mijn inkt. Bij, oh, hij is nog net ietsje verkeerd. Bij de letters van Bubbles. En die wil ik er nog niet op. Nou, dan kan je ervoor zorgen dat je je stempel schoonmaakt. Maar je kan ook op deze manier. Nou, daar moet ik wel heel goed op letten. Ja, dat was natuurlijk alweer te verwachten. Ik heb mijn stempel te hoog gezet. Ga ik jullie even uitleggen. Ik zit hier natuurlijk met mijn schutbakje. Dus ik weet niet of mijn ei wel helemaal mooi wordt. Ja, ik kan hem nog een beetje zwarter maken dadelijk. Ik had natuurlijk mijn bakje. Hij heeft mijn bakje een beetje ingedeukt. Oeps. Nou ja, dat zal waarschijnlijk toch wel gaan gebeuren. Omdat ik... Oeps. Kan ik hem niet uitdeuken? Nee. Daar baal ik wel even van. En ik heb alles al heel goed vastgezet. Maar ja, dat zal in mijn journal toch trouwens ook wel gaan gebeuren. Ik kan hem nog een beetje omhoog zetten zo. Schiet hij dadelijk vast wel terug. Je moet eigenlijk dan je stempel... Kijk, ik heb nu zitten duwen. Ik moet dus, hier heb ik geen last. Ik had mijn stempel dus eigenlijk zo hier moeten zetten. En dan zo moeten stempelen. Niet gedaan. Helaas, pindakaas. De bubbels moeten er nog op. Dus Tiny plakken we af. Zo. En dan gaan we de bubbels even invetten. Kijk, en dan hoef je niet zo op te letten waar je in doet. Hoppla. Bubbels. Ik geloof dat jullie het niet eens zien. Ik zie het omdat ik hier een heel klein wit streepje zie. Maar eigenlijk valt het helemaal niet op. Even de tijd gunnen om je inkt te laten intrekken. Dat kon natuurlijk daarnet ook niet. Omdat dat ding in de weg zat. En dan hebben we hem. Nou, dat vind ik gaaf. En dan ga ik bubbeltjes maken nog. Even kijken hoor. Bubbels. Eigenlijk heb je verder weinig nodig hoor, op deze, als je deze maakt. Ik vind het wel leuk. Die komen hieruit.
uit dat ding. Ja. Ga ik nog een paar kleine bubbeltjes zetten. Ja, dan pak ik even die andere stempel die erop zit. En hier zit een hele leuke op. Hoor. Ja, ze zijn allemaal leuk. Ik heb er al verschillende gebruikt. Dus ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig of dat jullie ook... Kijk, even her en der. Kijk, dan zit ik weer met die dingen in de weg. Tiny bubbles. Even overnieuw. Ik moet hem even afdrogen, afpoetsen. Dan pak ik even mijn kleinere blokje. Dan kan ik hem beter aan de kant zetten. Dat ga ik even doen. Ja, dat dacht ik dat ik mijn kleinere blokje kon pakken. Maar ik zie mijn kleine blokje niet. Ha, ha. Nou, dan moet ik hem gewoon op het randje zetten. Dan heb ik er geen last van. Dan kan ik stempelen. 1, 2, 3, 4. Dat is niet genoeg. Dat is niet goed. Tiny bubbles. Ja, ik blijf het zeggen hoor. Ik vind het gewoon grappig. 5. Hij zit echt helemaal in de bubbeltjes. Dat is dat. Nou, daar ga ik dadelijk even nog wat op verwerken. Ja, die vind ik wel leuk. Die zat dus in die ene. En daar kan je dus heel leuk bloemen mee maken. Maar dat zijn ook leuke stelen. Leuke stengels. Ik heb hem gisteren heb ik er ook al in gebruikt. Die bloemstelen vind ik gewoon heel tof. Om ook gewoon langs je randje te gebruiken. Dat hoeft niet per se netjes. Daar zitten ook weer bubbeltjes aan. We houden het op bubbeltjes. Even een ander stempelblokje wat net iets langer is. Ja. Ook dat doe ik even met zwart. En hier moet je maar gewoon even afwachten hoe die erop komt. Hij hoeft ook niet helemaal overal. Maar ik wil hem wel langs alle randen. Kijk, hier doe ik hem bijvoorbeeld... Oh, nou doe ik dadelijk. Plak ik dadelijk even een stukje af. Hier doe ik hem dus bijvoorbeeld tot aan hier. Maak hem niet helemaal aansluitend. En dan even kijken, want ik wil hem niet door mijn bubbel heen laten lopen. Dus dan doe ik even... Kijk, ik had hier nog twee restjes. Dus ik wil hem niet verder dan zo. En dan... tot aan hier. Kijk, dan heb ik net alleen de bubbeltjes. Hoppakee. Nou, ook die leg ik even aan de kant, want die moet ik schoonmaken. Oh, wat een zootje ineens, hè. Ik heb zo gauw een rommel. Maar rommel is het niet. Spullen. Wat doe ik nu eerst? Ik ga hem denk ik eerst maar even vastzetten. Even mijn handen afpoetsen, dat ik geen zwarte inkt meer heb. Ik ga hem maar even vastzetten op mijn zwart. Ik krijg er de hikkepik van. En dat doen we even met tape. Even zien. Daar is mijn scoretape. Alles ligt in de weg. Het moet de brede hebben. Ik vind dit dan met tape altijd wel even fijner. Omdat die dan nat geweest is. En dan heb ik het idee dat het toch net even wat strakker op mijn papier terecht komt. Dus dat is de reden dat ik dit met tape doe. Ik kan het helemaal mis hebben hoor. Zo. Nou, dan gaan we die even een stukje loshalen. Zo lastig dat je je nagels er weer af hebt. Ja, dan scheur je er een in. Ik denk, ja, net kan je weg ermee. Maar dan kan je sommige dingen slecht pakken. Ja, je moet er toch even op hoor. Zo, dan zijn alle stukken vrij. Alle hoeken. Doen we er in de midden nog een beetje lekker lijm op.
En dan ga ik maar even staan, denk ik. Oh. Die heeft ook wel voedsel nodig, de tube. Er zit nog in hoor, ik merk het wel, maar er moet wel bij. Dan ga ik maar even staan, want dat is denk ik toch het handigste. Om hem een beetje mooi recht erop te krijgen. En dat vind ik dan zo knap, hè, want dan zijn er mensen die doen dat gewoon uit de losse hand. Die houden hem dan in de lucht, dat zie ik dan op filmpjes. Dan denk ik, oeps, dat is voor mij niet te doen hoor. Maar zo gaat het, hè. Zo zit ik toch wel redelijk goed recht. Dat is toch wel een hele fijne tip. Nou, dan is dit gedaan. Stempels zitten erop. Nou, wat had ik nou nog in mijn gedachten? En dan ga ik heel even pakken. Ik wil even twee dingen doen. Ik wil dit nog gebruiken. En ik wil die nog gebruiken. En ik wil nog spetteren. Nou, dus dat zijn al vier dingen. Even zoeken hoor. Waar is mijn wit? Want dan spetter ik met wit en met zwart. Nee, dat is zilver. Waar is mijn zwart? Soms zie ik het gewoon niet, hè. Die dingen die lijken zo op elkaar. Maar het kan best dat ik hem weer verkeerd gestopt heb. Ja, tuurlijk. Oké. Nou. Tiny bubbles. Nou, ik wilde ook eigenlijk nog even die letters even goed zwarter maken. Ga ik dat met mijn pennetjes doen? Oh, het draait niet, Co, want het zit vast. Ik heb geen plek genoeg. Of ik heb te veel spullen. Dat kan natuurlijk ook. Juist, die moest ik even hebben. Als ik die nou even goed aanzet met zwart... Dan komt hij iets wat beter uit. Even de... Valt dat op? Heeft dat zin? Pak ik gewoon deze. Ook dat heeft niet echt heel veel zin volgens mij. Dan moet ik alleen maar langer mee wachten voordat het droog is. Ik ga hem gewoon zo laten, jongens. Ik vind het eigenlijk wel prima. Dat duurt allemaal veel te lang voor jullie om naar te koekeloeren. Kijk, dit is gewoon veel zwarter. Dat andere niet. Maakt ook helemaal niet uit. Wat ik dus wilde, was hier even accentjes in doen, in het wit. Binnenstipje. Hier het binnenstipje. Nou, hier pak ik voor de grap de buitenrand. Hier de binnenrand. Hier een binnenrand. Dan moet je wel opletten natuurlijk, want het moet even drogen. Hè? Ik ben altijd zo muts, ik ga er dan, als ik niet oplet, gewoon doorheen. Hè? Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar dan breng je net een klein beetje ander accentje eraan. Nou, die zal niet veel opvallen, want dat is al wit. Dus in het witte valt het natuurlijk niet echt op. Even meeschrijven. Misschien raakt hij wel op. Dan moet ik volgende week even een nieuwe meenemen. Oh, dat kan ik me haast niet voorstellen, hoor, want... Er zit altijd zoveel in. Maar ja, goed, als je veel spettert, ongemerkt gaat hij op natuurlijk. Kijk, zie je, op dat zie je dat natuurlijk wel goed. Oké, dat is dat wat ik wilde doen. Die tiny bubbels, die vallen nu natuurlijk niet zo op, die bubbeltjes daar. Zie je, dat is niet zo heel veel wat het doet, maar het is toch wel wat. Nou, wat ga ik nog even doen? Ik ga even spetten. Spetten, spotten. Echt zomaar een beetje hoor, want ik wil het niet overdadig hebben.
Want ik wil nog wat anders doen met wit. Dus die witte is weg. De zwarte nog even mee spatten. Zo. Dat is ook klaar. Dan hebben we toch veel rommelen, jongens. Of veel spulletjes allemaal, hè. Zo gezellig. Hebben jullie dat ook? Bureautje vol met spul. Gewoon gezellig. Soms heb ik dingen gewoon omdat ik het gewoon leuk vind om te hebben. En dan weet ik nog niet eens. Want dan kom ik in een winkel en dan denk ik, ja, het is natuurlijk niet zo, de afgelopen jaar niet zo heel veel geweest. Maar gelukkig nu weer wat vaker. En dan kom je in een winkel en dan denk je, ah, leuk, dat wil ik hebben. En soms neem ik dingen mee en dan denk ik, wat moet ik ermee? Ik ben mijn huls van mijn pen kwijt. En dat is een beetje jammer. Want dan moet ik een pen even slopen. Nou, dan doen we dat even. Ik kan later toch weer terug, als het goed is. En anders zijn we pech, dan steek ik de stift wel terug. Dan moet ik even een restje papier pakken. Dat kan wel op dat zwart. Of wat ga ik doen? Oh, kan ik dat hier niet een beetje in doen? Dat is al een beetje hoog. Oh, wacht even. Ik heb natuurlijk... Ik heb hier wel iets breders. Ik heb net zo'n rolnoot opengemaakt. Mijn spateltje. Ook die heb ik net gebruikt. Dus ook die ben ik natuurlijk kwijt. Even deze. Ik heb even een beetje van dit nodig. Dat is meer dan genoeg. En dan moet je denken, wat ga je nou toch in vredesnaam met een pen doen? Maar ik vind het altijd leuk om daar die rondjes mee te zetten. Nou, die doe ik maar even daarin. Dus ik vind het grappig om dan dit te doen. En je kan losse rondjes doen. En dit kost gewoon niks. Ja, dat spul. De pasta, zal ik maar zeggen. Dus dan eigenlijk kan je, en dan kan je met wc-rollen doen. Kijk, nou tegenwoordig heb ik allerlei stempels en dingen. Maar vroeger had ik dat niet. En dan dacht ik, oh. Dan gaat er, huistuin- en keukenmateriaal kan je ook allemaal gebruiken. Excuseert u mij. 1, 2, 3. Ja, we gaan toch maar even nou doen zoals ze altijd zeggen. In oneven aantal. Hier kan er, oh, hij gaat een beetje lelijk. Dat kwam omdat mijn hand uitschoot. Maar zo zie je dat al niet meer. Nou. Die pen moet ik ook schoonmaken natuurlijk. Pasta. Die gooien we maar weg. Ik ga niet zitten viezen met een beetje pasta. Nou, dit moet drogen. En wat ik dus nog heb om te doen. Ik hoop dat die open is. Maar daar ligt mijn pennetje al. Of mijn... Op een of andere manier gaat die altijd verstopt. Ik heb er toen al eens een keer een dotje aan... hoe heet dat? Een ding uitgehaald. Ik vind het dan leuk om die bubbels echt bubbeltjes te maken. Ja, dan kan je dus... Ik kan hem dus nu dadelijk niet... Ik kan hem even op mijn journal leggen. Maar ik kan hem niet vastplakken. Ik moet nou echt wachten. Totdat hij helemaal droog is. Dus dat wordt wel avond. Maar goed, dat maakt niet uit. Daar hebben jullie geen last van hoor. Zolang hang ik jullie niet aan de klet. Even zien. Hier heb ik bubbels. Die witte doe ik natuurlijk niet. Waar heb ik nog meer bubbels? Bubbelisjes. Oh, dat was van die klapkauwgom vroeger. Vreselijk zo zoet. Ja, vroeger vond ik het heerlijk. Wij hadden dat nooit hoor thuis. Mijn vader en moeder waren niet van de kauwgom. Maar ja, goed, als je ouder wordt, dan heb je je zakcenten. En dan gingen we daarom, hè, een snoepwinkeltje. Oh, daar had je echt nog zo'n ouderwets winkeltje. Zo gezellig.
Er stond dan ook een jongen in, die had het syndroom van Down. Dat vond ik eigenlijk, ja, nu achteraf zeg ik, heel goed dat die mensen dat gedaan hebben, dat hij dat ook mocht. Nou, nou zijn al mijn bubbels gedaan. Ik heb een schut pagina voor in mijn journal. Wat misschien nog wel leuk is, even kijken hoor, want ik vind het soms op sommige plekken een beetje te wit of te somber. Dus ja, daar moet je gewoon durven hoor. Daar moet je gewoon niet om denken, gewoon doen. Schrijf je er gewoon met wit, extra hoekje aan. Ik moet wel oppassen voor mijn bubbels, hè. Kan ook niet aan beide kanten, zie ik, hoor. De andere kant heb ik natuurlijk meer met zwart gestempeld. Maar daar is die ook iets lichter. Zie je, dat maakt eigenlijk, ja, zomaar een klein detail. Ja, je kan nog meer wit spatten, maar ik vind hem zo eigenlijk wel klaar. En als ik dan mijn journal erbij pak. En ik ga jullie stiekem laten zien hoor, dat ik echt van, kijk, want hier zit ook, zie je, van de Archie Arabia lijn zit ook een schudding in. Ja, ik doe dat ook gewoon heel graag, vind het gewoon leuk. Als mijn journal helemaal vol is, zal ik wel eens een keer een flip-through maken. Met deze, die komt dus hier terecht. En zodra die droog is, gaan we hem vastplakken. En dan heb ik weer mooi een paginaatje klaar. Dankjewel weer voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei doei!